Ja, goedemiddag, goedenavond of ja, goedemorgen. Voor wanneer je het kijkt, maakt me helemaal niet uit. Ik ben Martijn en welkom bij mijn allereerste YouTube video van dit kanaal. Ik heb meerdere kanalen, dus daarom zeg ik dit kanaal. Ik heb hiervoor een ander kanaal gehad, alleen het ging een beetje fout. Ik ben de inlog kwijt en zo, dus daar kan ik niet meer bij. Maar goed. Nu ben ik dus dit begonnen, Martijn de hobbylasser. En dan denk je van ja, heb een stukje hout in zijn handen, wat ben je van plan met lassen? Nou, ik heb wel eens eerder nagedacht, onder welke hoek moet je bijvoorbeeld bij TIG-lassen een wolframelektrode slijpen? Ik zal er even eentje bij pakken. Kijk, dit is een wolframelektrode. Die gebruik je bij TIG-las. En daar zit een bepaald puntje aan. En die moet volgens heel veel goede lassers moeten die een bepaalde hoek hebben. Toen heb ik dus een beetje lopen zoeken. En toen ben ik uitgekomen op dat. Ja. Er zijn lassers die kunnen dat uit de losse pols. Je hebt er hele mooie slijpmachientjes voor. Maar ja, ik ben een hobbylasser en ik ga niet 100 euro of meer uitgeven aan een slijpmachine waar je eigenlijk alleen maar even een puntje ermee aanslijpt. Ik heb een, zoals jullie hier zien, prachtige slijpsteen staan. Dus dan gebruiken we die daar maar voor. En omdat dat niet uit de losse pols kan, heb ik daar even een blokje voor gemaakt. Ik weet niet of je het zo kunt zien. Maar daar heb ik een streepje op gezet. Onder een bepaalde hoek. En die hoek moet ik zo even opzoeken welke hoek ik daarvoor gebruikt heb. En die gaan we dus zo eventjes, gaan we dit hier een mooi gleufje in vrezen dat die wolfram elektrode er mooi in past. En dan gaan we dat eens even proberen. En dan als het goed is, dan klemmen we straks dit blokje. He, dit latje heb ik eronder gemaakt omdat mijn freesklem niet helemaal precies in het midden staat. Dus ik moet hem altijd een beetje uit het midden rekenen. En ik kan heel slecht scheef frezen, dus dit is makkelijker. En dus de bedoeling, he, dit latje gaat er straks onder vandaan. Dat hij dus hier op deze steun even wordt vastgeklemd met twee klemmetjes. En dat je dus gewoon je wolfram elektrode even in het gleufje steekt en dan gewoon... Desnoods aan de ene kant zet je hem even in de boormachine en doe je hem tussen het gleufje. Je zet de slijpsteen aan en je draait hem even snel rond en je hebt er een puntje aan. Het is gewoon een simpel malletje. Als het werkt ga ik er meer video's over maken. En dan ga ik ook precies uitleggen onder welke hoek je het makkelijkste zo'n elektrode kunt slijpen. Het ligt ook aan wat je wil lassen. Nou kijk, wil je een heel breed smeltbad... Dan moet je hem onder een andere hoek maken dan dat je een heel smal smeltbadje wil. Dus ja, we gaan eens even wat proberen. Ik heb mijn stofjas al aan, ik moet mijn PBM's pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen. Ik ga even mijn freesmachine even pakken en wat freesjes. En dan ben ik zo bij jullie terug. Yo, kijk. Daar ben ik alweer. En hier. Ik heb alles klaargemaakt. En dan vraag je af waarom staat die op je stoel. Nou, mijn werkbank is nog niet helemaal opgeruimd. Dus het moet even hierop. Ik heb er een heel klein freesje van een Dremel bij gepakt. En dat doe ik omdat ik heb die. Ik heb even geen. Op dit moment heb ik even niet van die hele dunne freesjes. Dus. Maar niet met een Dremel heb ik wel vaker mee in hout gefreesd, dus dat komt allemaal goed. Ik heb hem nog niet helemaal opgemeten of die precies past, maar ja, daar komen we straks achter. Als de hoek maar een beetje goed is. En ik kan wel even kijken of die dezelfde dikte ongeveer heeft. Ja, het is... Even iets dikker, maar hij moet ook een beetje ruimte hebben natuurlijk. Dus, maar de hoek zal dus nog heel klein beetje verdraaien. Zal niet helemaal stijf zijn. Maar goed, dat is ook niet heel erg belangrijk, bijzonder te noemen.
deze, dit is klombolmachine. Daar heb ik een heel mooi freesklem onder zitten van HBM machines. En niet gesponsord trouwens, ik was maar waar. Maar nee, daar ben ik uitermate tevreden mee. En hier kun je dus in principe met, want dit is gewoon een heel simpel apparaatje van de Lidl. Ook niet gesponsord trouwens. Albi kan ook nog wel. Die heb ik tweedehands van een collega van mij overgenomen. En ja, hij doet het. En ja, het tafeltje was nog een beetje aanpassen. Ik heb verder geen gaten erbij hoeven te boren. Maar voor de rest, hij loopt prima. Even hoogte een beetje instellen. Zo. Zo. Deze maar eventjes goed zetten. Zo, dan zetten we die vast. En dan als het goed is, dan trek die me mooi langs het lijntje. Misschien nog iets te diep. Ja, kan wel iets. Ik kan wel iets minder diep, denk ik. Ja. Zoiets. Doe het even in twee gangen als het moet. Nou, ik doe mijn gehoorbescherming op. En dan gaan we even een stukje frezen. Hij loopt in principe prima. Dus ja, het valt mij niet veel tegen. Ja, en nu het moment van de waarheid. Is die mooi geworden of is die niet mooi geworden? Oeh, ik kan misschien nog wel ietsjes dieper. Even kijken. Ja, hij mag bij mij nog wel wat dieper. Gaan we dat nog even doen? Freesjes verder naar het brilletje weer op. En dan gaan we nog even een stukje verder. Terugfrezen kun je hem weer een stukje naar beneden zetten. Maar meestal heb ik liever dat hij hem dan eventjes schoonveegt. Even kijken. Daar is geen ruimte meer op. Gooi hem er nog een keer even omheen. Dan denk je dieper door. Snel. En dan een keertje schoon. Met plakken.
Zo. Nou. En dan. Dan kun je er nog een keer voor kiezen om het te vlakken frezen om nog eventjes mooi glad te maken. Als er behoefte is voor de mensen die dit zien. Als er behoefte is aan een linkje van dit ding. Ja, laat ik zien hoe je eraan komt en hoe dat allemaal vast moet en zo. Als daar behoefte aan is, zet het even onder in de reacties. Dan kom ik daar in een volgende video op terug. Maar goed, we hebben een malletje. En nu maar hopen dat het goed is. Zo. Oh, ik heb trouwens nog steeds niet opgezocht welke hoek het is. Komt wel goed. Ja. Ik ga eventjes hier de boel weer een beetje ombouwen. En dan ben ik zo weer terug. Ja. Even proberen een leuke overgang te maken. Dat doe ik nooit. Hup. Ja, kijk, daar ben we weer. Ik heb hem de slijpsteen hier weer neergezet. En we gaan nu eventjes heel mooi hier een puntje aanmaken. Er zat al wel een beetje een puntje aan. Dat heb ik een keer even snel met de bommachine gedaan. Maar, ja. Het is niet helemaal recht. Hoop dat je het kunt zien zo. Het is niet helemaal recht. En ja, we gaan het even proberen. Ik hoop niet dat dit ding nu van die stoel aftrilt. Ik heb hem gewoon heel simpel even vastgezet met twee simpele lijmtangetjes. Steen is ook niet helemaal recht, maar het plekje waar ik ga slijpen, hoop ik wel. Dus ja, we proberen het gewoon even. Kijk, zit deze? Nee, deze zit er niet tegen. Nou, wat een trillen. Mooi, nou hopen we dat hij goed vast zit. Dat hopen we maar. Even kijken, en daar gaan we. Blokje goed rechtop zetten. Klemmetje eventjes goed zetten. Bovenaan met de krul erin. Ja, het heeft nog wat fine-tuning nodig, maar het werkt. Ik moet er misschien nog wat anders vastzetten. Ja, ik moet de slijpsteen misschien nog een beetje aanpassen, maar voor de rest... Ik vind het voor een eerste poging niet heel erg slecht gedaan. Het is alleen een beetje de hoek op de steen ging niet helemaal goed. Want je moet er namelijk een puntje aansluipen en geen vlak kantje.
Dus ik denk dat de hoek nog niet helemaal goed is. Ga ik trouwens gelijk even opmeten, want nu wil ik het weten ook. Even kijken. Hoog van Lidl. Alles is Lidl, Aldi en gratis gekregen van iedereen. Maar ja, het werkt nog steeds, dus... Wat heb ik nou gedaan? Zo. Even kijken, de hoek is... ...60. Exact 60 graden. En ik denk dat we hem naar 30 moeten doen. Ja. Ik denk dat hij naar 30 moet en dan de andere kant op. Ja, je moet hem eigenlijk zo schuin mogelijk erop zien te hebben. Niet te schuin. Oh. Dan ben ik mijn elektrodes kwijt. Oh, hier. Hier heb ik een blokje partij. Mooi. Wolfram elektrode. Het is nu een beetje een platte kant geworden. Een beetje bol. Maar daar komen we wel uit. We gaan even ontdekken hoe dit gedaan is. En dan... maak ik gewoon een nieuw malletje. Ik bedoel, het blokje hout kunnen we nog wel weer een keer gebruiken. En deze hoek kan ik gebruiken voor hele zware smeltbadjes. Je kunt het trouwens ook gewoon met de akkerboor doen. Dat kan ik ook wel even laten zien. We nemen een wolfraam elektrode, geen beetje. Zo. En die duw je even in de akkerboor. Oh. Altijd even kijken of de accu nog redelijk in. Wat je dan doet, is je moet nooit zo. Want dan ga je namelijk tegen de steen in en dan maak je er alleen maar een hoop troep aan de elektrode zelf. Je moet het er altijd afslijpen. Dus dan zetten wij het apparaat aan. En dan houden wij hem onder een bepaalde. Houden we hem een beetje onder een hoek zo. Tegen de steen aan. Zo kun je dus snel even een beetje een puntje eraan maken. Maar... ja... dan vraag ik je, wat is de hoek? Niet helemaal recht, maar goed, dat... scheve ding pissen ook, dus zo mijn kameraad zeggen. Ja, weet je, je moet het allemaal niet te moeilijk nemen. Stel je voor je bent wat professioneler bezig, je last heel veel tig en je wil echt geweldige fotolasjes leggen waar die ze met voor examens en dat soort dingen. Dan zou ik zeggen, als je het geld ervoor hebt, schaf een slijpmachine daarvoor aan. Gewoon, het is net een soort puntenslijper eigenlijk. Je stelt de hoek stel je in en je drukt, je hebt een soort houder, daar douw je elektrode erin. En je hoeft hem alleen maar even de houder in de ronde te draaien. En dan zit aan de binnenkant een steentje en hij komt precies onder de hoek zoals jij hem ingesteld hebt, komt de elektrode mijn exact goed geslepen puntje komt hij er weer uit. Maar ja, weet je, dit is een beunschuur
En voor de echte hobbyist, ik zou het geld er niet voor over hebben voor een apart slijpmachientje. Heb ik op stage ook niet. Daar hebben we ook gewoon een heel simpel bandschuurmachientje staan. En dat draaien we ook gewoon zo eventjes, soms met de luchtbommachine eventjes, even snel een puntje eraan maken. Denk eraan de volgende video met als ik ga tichtlassen. Dat kan nog heel lang duren, want ik ben nu bezig voor een lassenapparaatje. Ik heb er nu zelf ook, ik weet niet of die trafo in beeld is, maar... Dat is ook nog een lassenapparaat en er zijn nog heel veel dingen met lassen wat ik allemaal wil gaan neerzetten. En kijk over een paar weken ook eens eventjes op het kanaal van de Stoneboys Ninoord. Daar komen ook hele leuke video's op. Het kanaal is ook van mij en een kameraad van mij. En daar komen van allerlei leuke video's op. Stoomtreinen, dieselmotoren, trekkertjes bouwen, ook... lassen onder van allerlei rare omstandigheden. We gaan naar mooie plekken, mooie spoorbanen in Duitsland. Mocht je echt houden van de ouderwetse techniek, stoom, diesel en dat soort dingen, kijk dan zeker even op dat kanaal. En alsjeblieft, als je het filmpje leuk vond, duimpje omhoog. Als je meer filmpjes van mij wil zien, kun je even abonneren in de hoek en als je het belletje aanklikt, dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuwe video upload. En zou ik zeggen, dan sluit ik af zoals we hier in Groningen zingen en dat is mooi!